Zo, we zijn nu een klein uurtje bezig. We hebben overnacht in het gasthuis Anzotegi. Tot onze verbazing was de eigenaar deze ochtend niet aanwezig. Ook het ontbijt was niet geregeld. We hebben een half uur staan wachten. Om te kijken of er toch nog iemand kwam, want de eigenaar woont ook in het gasthuis. En ja, na een half uur, drie kwartier toch maar besloten om door te lopen. En we hebben dus een briefje gemaakt. Met daar op het adres. Zodat hij ons altijd kan bereiken. Zodat we het bedrag kunnen overboeken. We gaan nu richting Guernica. Een leuk dorp. Een afstand van 25 kilometer. En zoals jullie kunnen zien is het een beetje aan het miezeren. Ook wel het voor snelwandelaars het Jan Nettenweer genoemd. Een motortje op mijn fiets. En als een stang. Een plastic benzinetankje. Ja, dat zie je in Spanje. Deze zie je overal staan. De bomen hebben hier roodbruine stammen. Heel veel varens. Uiteraard ten gevolge van het vele vocht. Maakt de omgeving wel fraai, maar je ziet ook dat het mistig is. Drizzelt. Langzaam gaan we helemaal op. Kijk onder de muggen, joh. Zie je met zijn oren zwaait die muggen weg. Hoor je het geknetteren van de stroom? Mos op een boom.
Lijkt of de boom behaard is. Reclame voor een overnachtingsplaats in die boom. Voilà. Voilà. Guernica. Voor een kleine 3 kilometer. Aangekomen in Guernica is dit de herberg waar we vannacht gaan overnachten. Ik zal u zo de binnenkant laten zien. De herberg in Guernica. We gaan de slaapplaats zoeken. Is op kamer 10. En hier zijn we. Bed van Ed. Nee. Hier ook heel wat droog over het bed. Ziet er allemaal heel erg schoon uit. We moesten de rugzakken in een aparte kluis stoppen. En hetgeen wat we nodig hebben in een aparte plastic zak meenemen naar de kamer. De kluisjes voor de rugzakken. Die mogen niet mee op de kamer.